Hoi, welkom bij deze nieuwe vlog van Stichting Sunflower. Wij zijn de vrijwilligers van deze stichting. Vandaag hebben we weer een superleuke dag. Ja, en we gaan jullie weer een update geven over de moestuin, want er is alweer heel veel gegroeid. En we gaan weer zonder deelname meedoen aan de zomerchallenge. We hebben een stuk afgezet in de wei en we hebben moeten op muziek 1 minuut lang de pony stap, draf en galop laten doen. En dan moeten we ze in 1 minuut weer vangen. Ja, of beter gezegd dat naar je toe komen. Leuker. Veel plezier met kijken naar deze vlog.
Kijk, dit is ons hele vlindertuintje. En hier groeien ook nog allemaal dingen. Ja. Ja. Nou. En deze aardbei doet het echt heel goed. Nou, dus die bakker, daar komt langzaam leven in. Ja. Ja. Dit is van Hannelore. Dus ieder kind wat je hebt, had dus eigen moestuin. Hey, wat is dit dan, jongens? Wat hebben we hier gezaaid? Die oranje bloemen. Ja, en die heette? Calendula. Ja, wist ik. Kijk, en hier hebben we aardbeienplant. Mijn bak. Is dat jouw bak? Dit is mijn bak. Is dat jouw bak, Rachel? Vertel eens, wat heb je erin dan? Ik heb hier komkommer en hier is allemaal tomaat. En dat ene is aardbei en een pepermunt. En dit is kool of zo, geen idee. Ja. Nou, hier doet zich ook langzaam. Kijk, het was hele kale boel. Ja. Een paar vlogs geleden. Ja. Dit is gewoon troskjes van de vogels. Oh, dat is het stekkie van de... Ik denk dat die nog een keer water moet hebben. Ja, nou, kijk. En dat zijn die calendula's van vorig jaar. Ja. En dat is Andreas kruidenbak. Kijk, heel trots op. Biesloog in volle bloei. Het ruikt pepermunt. Ja, hier, als je dit doet. Ja, jullie kunnen niet... Ja. Pepermunt. Zo.
Ah, oh, heerlijk hè? Ja, lekker. Nou, dus dat is ons moestuin. Ja. En wat gaan we doen? Veel fruit eten. En dan? Mijn buik zit toch al vol, ik hoef geen fruit meer. Dan moeten we alle pitjes die erin zitten in doen, water geven en uiteindelijk dan wordt het. Ja, wordt het ding. Dus dat kan je thuis ook doen. Ja. Dus pitjes van alle mogelijke fruit. Ja, dat hebben wij ook gedaan. Kijk, uiteindelijk komt daar toch leven in. Of plakjes komkommer of zo, die kan je er ook in leggen. Ja, plakjes tomaat werkt denk ik hartstikke goed. Oh. Tomatenplanten. Nou, ga dan maar even bij elkaar staan. Nou, zijn we blij met de moestuin dat die nou een beetje groeit? Ja. Nou, en wat moeten we heel veel water geven? Ja, heel veel. Echt heel veel. Nou, oké. Okay. Doei. Doei. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Volg ons kanaal en duimpje omhoog. We gaan nog veel meer leuke vlogs maken.